Hoe hoog vliegt een vliegtuig? 200 meter! 100 kilometer! Nee, tuurlijk is dat niet goed! Hey, wij zijn met Gogo Reizen op Jorette Mar. En we staan hier op de tweede grootste poolparty van Europa. En wij zijn nou zo benieuwd, hoe slim is Jorette eigenlijk? Dat gaan we uitzoeken. Kom mee! Weet je waar IQ voor staat? Voor slimheid. Ik kan van mezelf zeggen dat ik aardig slim ben. Ik heb wel wat IQ hierboven zitten, toch? Maar weet je dan ook waar IQ voor staat? Nee. Jammer, het is namelijk intelligentiequotient. Jelle, sla die op, oké? Dat weet je voor volgende keer. Waar staat IQ voor? Intelligentie consequent. Quotient. Conscient. Goed genoeg, Jelle. Hoe hoog vliegt een vliegtuig? Dat heb ik wel gehoord, hè? Oké, doe maar. Nee! Overleg goed. Ja. 200 meter! 200 meter? Nee, tuurlijk is dat niet goed. Oké, maar 10 kilometer, 10 kilometer. 100 kilometer! Are you serious? Nee, we zitten op Mars. Het is 10 kilometer. Bijna. Jullie waren erg close. Wat ben je aan het drinken? Bier. Wat is dat in het Spaans? Ik heb geen flauw idee. Ik heb wel waar IQ hierboven zit, toch? Cerveza. Ik drink geen bier. Cerveza. Biro. Bijna. Wat is de hoofdstad van Spanje? Barcelona. Toch? Ik wou zeggen Lissabon, maar dat is... Dat is Portugal. Madrid. Ja! Omschrijf een jongerenvakantie zonder het woord zuipen. Jetskiën, veel eten met je vrienden, lekker dansen en gekkigheid. Oh, zoenen met heel veel mensen. Ik kan gewoon doen wat je wilt, zeg je ouders bij. En wat vonden jullie nou het voordeel van boeken met GoGo in plaats van gewoon zelf? Je hebt altijd een aanspraakpunt, dus je kan altijd met je problemen bij iemand terecht. En als je het zelf boekt, ja, dat heb je gewoon niet. GoGo zorgt gewoon voor dat we iedere dag wel een planning hebben, dat we niet zelf moeten zoeken naar clubs. Dat is gewoon ideaal voor ons, hoeven we ons maar op dit tijdstip daar te melden en zijn we er al. Ja, dat je niet zoveel zelf hoeft te regelen. En wat zou je zeggen tegen de mensen die nu thuis zijn en die niet op vakantie zijn met GoGo? Wat doe je met je leven? Kom zuipen. Jullie zijn saaie mensen. Kom eens op, man. Eigenlijk dat je heel erg wat mist. Ik denk dat je eigenlijk gewoon hierheen moet gaan. En ik denk eigenlijk, doe alles wat je kan en alles proberen wat je pak kan. Eigenlijk. Nou, lekker boeken met GoGo. Dat ze echt wel missen. Ja, volgend jaar moeten we een rock zijn. Ja, dat je heel snel GoGo vakantie moet boeken. Kom gewoon naar Lorette, fucking dick. Volgend jaar allemaal naar GoGo. Zeker. Wat vonden we van de mensen? Ja, heel gezellig. Echt super leuk. Slimmer dan verwacht. Ondanks de aantal bata's die ze naar binnen hebben gelopen. Maar ik moet zeggen, ik wil nu even terug naar het hotel. Want we gaan vanavond terug de strip op. Let's go.